I'm finna get the ball. We zijn live. Dag iedereen, kijk, fuck, dit is Karel de Rijke zijn verdienst. Ik doe dit elke fucking aflevering, waar ik zo, ja, ik ben excited om te beginnen. Ja. En Karel heeft al vorige aflevering gedaan, en hij heeft gezegd, doe dat gewoon om Elias na te doen. En nu gaat hij super zelfbewust zijn, en ik, vanaf dat ik deed, dus het is hem gelukt. dus die nu ook al zeggen, Karel, fuck you, ik zie je graag. Oké, bij ons vandaag in de studio voor de tiende aflevering? Elfde. Hawaii, wow. Elfde aflevering van de Late Afternoon Show. Nee, tiende aflevering. Tiende aflevering. Toetie, double digits, goed bezig. Altijd een mijlpaal, tiende aflevering. Belangrijk moment, als je het hebt van hoe vieren we dit op de correcte manier. En we hadden Quinte Friedrichs en Stijn Verdehem uitgenodigd. Maar het is gewoon, ja, Stijn Verdehem gewoon. Met mij al meer dan genoeg. Ja, het is wel veel aan u. Hoe is het met Stijn? Goed, zo wat. Het is warm van. Het is irritant wat we moeten doen, maar inderdaad. Dus. We moeten het gewoon zeggen. Hè. Het is geen. Hey, ik vond het super tof dat je mij het uitnodigde, maar ik was echt aan het twijfelen van. Ik ga dat afzeggen. Want, ik zou het gesnapt hebben. Want ik dacht ook zo: wacht, waar is die studio? Is dat van voren zijn huis? Van achteren zijn huis? Waar komt de zon op aan zijn huis? Komt er in de middenhop? Ik snap, ja. Je weet niet wat dat... Daarnet zat uw tuin vol zon. Je moest echt een plekje zoeken om schaduwtem. We zaten allemaal in een hoek. Schaduwstreepje, we zijn allemaal op kleine streepjes. We zaten met drie zo in een hoekje. Zo. Ja, het is gezellig, hè. Daarvan, ja. Het is op een gegeven moment kun je ook gewoon niet meer nadenken. Dat is iets vrij... Mijn brein functioneert op, ik weet niet, de helft van de capaciteit of zo. Ja, we gaan ons nu over verontschuldigen. Ja, het gaat geen coherent geheel zijn. Nee. Is dat iets wat we moeten weten? Nee, dat is gewoon... Dat is een wisselende achtergrond van het scherm waar dat we... Oké, ja. Als het even een keer vervelend is of... Elias is wat lang aan babbelen, dan heb je iets interessants om te kijken. Want om de 30 seconden verandert de achtergrondscherm. Maar dat is toch... Ja, Einstein herken ik, hè. Maar is dat zo niet die foto al die heeft er nu iemand de atoombom al uitgevonden van iemand? Het is de Solvay-conferentie van 1927. Maar iedereen tezamen, Niels Bohr zit ertussen, Albert Einstein zit ertussen, wat Belgen, dus allemaal tezamen. Adolf Sachs? Nee. Ah, dat is een Belg, ja. Dat is niet de wetenschapper die ze erbij hebben gestoken op dat moment. Ja. Heeft en, die Nobelprijs gehad, Sachs? Ik denk het niet. Wat heeft die nou bereikt eigenlijk? Die stond op het 100 frank briefje of 200 frank briefje. Ah ja, dat was, ja, maar en kijk, Sachs, ja. Wat heeft de saxofoon uitgevonden? Ja, en dat was. That's a big fucking deal, hè? Ja, oké, ja, dat wel. Ik bedoel, weet hij hoe weinig jazz wordt er gebruikt in jazz? Denk het wel. Nee, dingen. Lemon Freak, Mr. Saxo beat. Oh yeah. Voilà. Met dat weer eens. Ik ken het niet, maar het klinkt geweldig. Coloterarita. Nee, dat is de Harlem Shake. Straks voor je 100% zeker een jazzproject. 100% zeker, voilà, kijk. Dus zonder Belgen was er geen jazz. Ja. Dat is de conclusie. Nee. Jawel. Nee. Dat is waar we mee gaan. Belgen hebben jazz uitgevonden. Proficiat, Stijn. Dank u. Sabine gaat het graag horen. Wie? Sabine. Wie is Sabine? Dat is een Gentse legende. En die zingt jazznummers in het Gens. Scheus? Gens. Iedereen die is content. Tjibid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 ib
Mooney, ja, zo, ja, allemaal zo, ja, Montignac. Ja. Maar ja, ik Fever, ken... dat is zo van Fever. In plaats van Fever, zingt die Montignac. Maar dat is een vrij goed woord inderdaad, om op zo'n twee ja, ja, ja. grippen woord te gooien. Fever, Montignac. Ik kan me niet inbeelden dat dat goed klinkt. Ja. Maar we moesten spelen voor haar en na haar. Zijn vrouw? Voor, ja, ja, ja. Voor de Sossen had ons gevraagd. Ah, oh, de leukste. Of, ja, Stijn is comedian. Voilà. Had hij mij nog niet echt een intro gegeven, hè? Ja, wat? Stijn Verdehem? Aspire. Is hier. Stijn Verdehem is hier. Esperanto maar comedian. Nee, vanaf dat hij een euro verdient, dat is hij een comedian. Okay, so far. Hey, ik heb trouwens vandaag ontdekt, ik keek op Facebook en kreeg een herinnering. Ik ben vandaag officieel 2 jaar bezig. Proficiat. Dank u. 2 jaar geleden stond ik voor de eerste keer in de Villa Volta op het podium.
Ah ja, ik was daarbij. Ja, je werd daarbij. Ik, was, ik heb Stijn ontmaagd. Ja. Ik heb Stijn comedy ontmaagd. Jij werd MC? Ik was MC, ja. Ja. Dat was toen is, ik herinner me niets van die avond. Dus Stijn kan die avond waarschijnlijk perfect navertellen, want hij was er voor zijn eerste keer, dus hij was heel aanwezig. Ja, maar ik was... Hij werd zat? Nee, ik had vol een bak paniek aanvallen. Ik had echt zo... En ik zat dan nog in het toekje van de Villa Volta, dus ik moest eigenlijk nog de deur passeren voordat ik op het podium stapte. Dus het was echt nog twijfelen van, ga ik op het podium kruipen of ga ik gewoon lopen? En wat dat voor mij al geen evidente keuze is, snap je, om te lopen? Maar lopen we ging wel nog... That's a fat joke. Yeah, that's a good fat joke. Ja, voilà. Ja, dus dat is... Ja. Jezus. En dan nog vaak gehad daarna, of was dat gewoon niet de eerste keer? Nee, die eerste keer. Maar zenuwen wel, hè. Maar op wel een bepaald moment heb ik mijn eigen gezegd van, Stijn, geen zenuwen meer. En dan is dat volledig weggaan. Allee, like, dat is makkelijk, eigenlijk. Like, als je de Loontix doet of Humo's meedoet, ja, dan heb je nog altijd zenuwen. Maar niet, ja, meer, maar ik niet meer op dat. Een niveau dat ik denk van... Ja, dat, ja. Waarom doe je dit? Ja, er zijn zoveel mensen die ik ken die hetzelfde omschrijven wat hij nu omschrijft. Mm. Ik had van de week ook, dat ik op een optreden stond, dat er iemand mij zo vroeg van, het gelijk geen zin in. En ik heb zoiets, die 5 à 10 minuten voor een optreden, moest er iemand nu naar mij komen en zeggen, yo, zoals ik je gewoon thuis afzet? Ik heb zoiets, alright, cool, we zijn. Dan moet ik dit niet doen? Oké, zo van, alright, perfect. Maar hij is ook niemand die zo alleen echt meer rust laten wil worden, hè? Nee, want mijn Want ik heb dat ook. Mijn natuurlijke situatie is altijd praten met mensen en zeveren. Dus als ik dan zo in mijn schulp kruip... Ja. Like, ik kom op een optreden toe, oftewel ben ik voorbereid, oftewel ben ik niet voorbereid. Dat is hetgeen dat ik geleerd heb ondertussen. Ik heb avonden dat ik onvoorbereid ben. En als ik dan zo nog probeer, zo de half uur ervoor te beslissen... Wat ga ik doen? Wat ga ik nu... Een onvoorbereide avond bij mij moet ik gewoon loslaten. En moet ik toegeven dat ik gewoon ga improviseren. Ah, ja, voilà, ja, en dat voilà, ik ga zeveren met het publiek. Want als ik dan een set ben, dan is het altijd brol. Dus ik probeer eigenlijk, als ik merk dat ik nerveus ben, dus oftewel ben ik onvoorbereid, oftewel ben ik voorbereid. Ja. En in beide situaties zou ik gewoon liefst van al een pint pakken en zeveren met wat maten. En dat is waar, hè. En maar er zijn weinig comedians die zo zijn. Er zijn er heel weinig. De meeste zijn zo fucking serieus. Ik ben ook zo. Ik wil graag met iemand babbelen tot 2 seconden voordat ik op moet. Ja. Gewoon zo niet denken aan top. Gewoon zo blablabla. Ja, moet op. Oké, okay, we beginnen eraan top. Excuseer me. Ja, ik heb thuis een Red Bull kunnen doen. Een Red Bull kunnen doen? Ja, want ik heb 2 nachten slecht slapen. En dan moet je Red Bull drinken in plaats van bij te slapen. En je moest naar de podcast, hè? Ja, je moest naar hier komen. Ah, ja, moest naar hier. Ah, dat is fijn. Nee, goed gedaan. Goed 2 uur geleden zat ik in mijn zetel. Fuck mijn leven, ik wil niet gaan. En eigenlijk, Red Bull heeft je niet vleugels, maar heeft je wel zin om een podcast op te nemen. Toch op zijn minst cafeïne en suiker. Red Bull heeft je zin om een podcast op te nemen. Nee, dat is slecht reclame. Ja, maar Montignac is ook geen goed idee. Hij heeft er ook echt succes mee gehaald, dus we kunnen... Ah, het is juist... Het gaat niet om het idee, het gaat om hoe dat het verkoopt. Ja. Het is juist, daar zaten we met de sossen. Met optreden. Ah ja, optredens met de sossen. Met Sabijn. En het stond zo, Sabijn, jazz en comedy. Maar zij zong alleen maar jazz. Snap je? Dus jullie waren de comedy. Ja, wij waren de comedy, maar het stond in grote letters... Sabijn, jazz en comedy. En dan daaronder stond zo in... lettertype... Helvetica 11, Helvetica. Nee, 11. Ik zou blij zijn, ze moest een 11 geweest zijn. Echt zo mega klein, zo. 70 Griezen brouwstof, zo stijf. En die zaal zat bakkenvol. Zat daar 250 man, echt zo, allemaal zo oudere mensen, zo mega geïnteresseerd. En die zat bijna eens beginnen zingen. En tegen dat wij op het podium komen, zat er nog 30 man of zo. Ze zijn allemaal naar huis vertrokken. Dat was zo slecht. Het was echt slecht. Maar Sabine is een legende, hè? Echt waar. Ik had respect voor die mevrouw. Nee. Hoe oud is die nu? Met de nadruk op ik had, ik weet niet, 60 of zo. Oh ja, ik zou het respect voor vroeger houden, want dat kan gewoon ja, zijn. Ja. Allee, ik kan niet worden. Nu sukt ze! Oké, okay, als je nu nee, tegen nee. Mohammed Ali bokst, ben je ook al. Nee, maar het probleem is, ik heb ze gezien op The Voice. Op The Voice, ze heeft meegedaan aan The Voice Senior. Ja. En daar was ze niet door. En toen heeft ze daar op zo'n arrogante manier op gereageerd dat ze echt al mijn respect verloren is. Wat is het dan? Zoek dat keer op, Sascha. Zo bij een voice senior kunnen we al. Ja, moet daar een keer naar kijken. Dat ze zei van, ja, ik versta dat niet. En ik heb alles gedaan. En ja, waarom ben ik nu niet door? Echt zo van een ding van, ja, ik ga sowieso door zijn. Oh. Maar dat is, ik vind het altijd leuk als die mensen op hun ja. bek gaan. Als ze zo vooral... De jungle VIP. Oh. Zo ding, hè. Oh, we do. I wanna be like you. Oh, man, manneke lief, echt.
Dat is echt... Was hij ook kapot gerookt of pijs dat ze nog wat drugs pakte? Of... Oh, here we go. Dat zie je? Ja, tuurlijk, ja, dat wil ik zien. Maar wel een volledige aflevering zien. Nee, 3 minuten 28. Ik zei, zet het geluid aan. Zet het geluid aan op de YouTube, want het staat allemaal uit nu. Nee, hij is maar wat Grootaert en Helmut Lotti. Fucking hou van Helmut Lotti. Ik ook. Helmut is mijn held. Ik hou van die mensen. En wat Grootaert zien met mijn pijn laag school zit. Ah, serieus? Ja, die... Wacht, zet het voor. Zet het voor. Check. Het is... Nee, wat Grootaert en mijn pa zijn al twee opgegroeid op een leerbasis in Duitsland. Mijn grootvader... Was het een nazi? Nee. Ah. Ja, ik denk, moest hij de keuze had. En, nee, niet dat hij ooit de keuze had, maar moest hij de keuze had. En hij zou voor de fouten gekozen hebben. Ja. Want hij heeft mij ooit verteld dat zijn pa tegen hem had gezegd van... Ah oh ja, en die een Hilter, daar stond al een hoeien. Iedereen heeft de beste werk. Hilter? Dus, Hilter? Ja. Dus ook geen snurre familie, als we even eerlijk zijn. Wat is die nog af? Godsdienst op een op leerbasis in Duitsland. En de grootarts, Alain en Walter, zaten daar ook, omdat er pa in het leer zat of zo. Dus die hadden dan samen in Duitsland. Die hadden dan nog samen een bos in brand gestoken, per ongeluk en al. Zo, maar in de tijd dat nog kon. Maar ja. Dat iedereen zoiets had, is één bos. Wat doet er toe? Ja, ik ook, ja. Er zijn meer dan genoeg bossen. Vuurtje stoken was vroeg. Dat was wijs, hè? Ja, wat doet de jeugd nu? Wat de jeugd nu doet. Ja. Allemaal kooksnuim. Ja, kooksnuim. Maar en die... op de computer. Alles wat ze allemaal doen. Fortnite. Bij de virtual reality bril en al. Klimaatmarsen? Allee, ja. Klimaat, maar wat? Die Nina de Wever of wat? Nina de Wever. Nee, dude. Die klimaatmars, ik vond dat zo pijnlijk om zo te zien dat ze zo met 30.000 beginnen. Ah ja, ja. En dat zo, het is gelijk festival. En dan is iedereen dat festival zo wat beu. En dan blijven ze die 3.000 die zoiets hebben van... Zo, het is erg, maar het is echt zo erg dat we er iets aan moeten doen. En die andere 27.000 hebben zoiets van... Ah, you got this. Ah, you got this. Brussel is ver, fuck off. Ja, wel. Wat ik snap op een moment. De meeste die hoe vaak kunnen gaan fucking protesteren voor iets? Ik denk dat die wat 20 weken op rij gaan zijn, 22 weken. Ja, zoiets. Ja. Ik denk dat de week van de verkiezing was de 22e week. Dat is bijna een half jaar op rij, elke week gaan protesteren. Chapeau. Op dat moment dat ze gewoon meer zitten met de klas te zitten dan de klas te schippen. Want de klas doe je meer hoe? Want je weet dat je daar staat te protesteren. Het enige dat gebeurt is dat je ook schouwvliegen. Even haar ontslag gegeven. En die is toch terug opgekomen. Dus het is niet gelijk dat je echt veel bereikt hebt. Dus ik kan me wel inbeelden dat die kinderen zo gefrustreerd of iets zijn. Maar dat is dan ook een goede levensles. Dat de meeste van ons al weten. Daarom dat we niet gaan protesteren. Dus het wordt toch niet geluisterd naar u. Dus... Dat betekent ook niks meer, hè. Vroeger als ontslagen werd, dan kwam er niet meer aan de bak. En nu is dat zo... Maar vroeger, wat spreekt er vroeger toen dat er nog een werkboekje was en dat je nou een werkgever kon invullen wat hij wou? Nee, ik weet... dat was een tijd. Ik weet dat niet. Maar vroeger was er zo... Geen schandaal, hè. Maar zo als er iemand zo... Ja, die moet buiten. En dan zag je die meestal niet. Like, die troes die toch ook niet meer. Wat? Wacht. Wat? Wat? Sorry, ik had... Waar? Wat? Hoe hou je van... Hij denkt dat Dutroux ontslaan is gewoon. Hij denkt dat dat enige is dat gebeurt. Het is zijn job niet meer goed. Het is zijn job niet goed en we zien hem niet meer. Dat is ik hoor dat jij een veel goede contractor was. Dat is... Hij doet die... Kaliet, hij bouwt in echt, hij kon beton hieten op een meer efficiënte manier dan wie dan. Dus jij denkt dat Dutroux ontslaan is en dat we hem daarom Dutroux niet meer zien. Dutroux was een beetje de Elon Musk van de jaren 90. Ik ben de mop aan het zoeken in wat de hens. Ik snap dat het warm is, hè. Dat is fit warm. Maar ik snap niet wat dat een mop is. Hé, hey, weet je nog Sabijn met The Voice? Ja, we gaan naar Sabijn van The Voice. Oké. Okay. We're saving you hier, verder hem. Zijn er commentaar dan binnen de loop? Nee, want iedereen zit op de blaar. Ik kleed al in de Voice-kleuren. Ja. Oh, ik had wat doorspoelen en als dat... Maar nee. We gaan van het begin. We hebben hier tijd te vullen op een warme dag. We gaan van het begin. And I had to stop, and that's not bothering me. I wanna be a man cub. Oh, Dan, I'm really flawed. Oh, yeah, I'm just like the other man. I'm tired of monkey around. Well, I've said, do, do, do. Come on, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it through. And it's like see true, man, in BH, do Dit is de leeftijd waarop dat al stopt en dat was lang geleden. Don't try to get me man cup. And don't get in a stew. But I desire is man by fire.
is een beetje zo roared wel. Haar dochter is ook gelijkaardig gekleed en ziet het uit. Een van is haar vriendin, denk ik. Ik hoop dat niet de die is die eruit ziet lekker. We'll be a set of twins. No one will know when man got ants. Rang a dance begins. Well, I'm set to do it. Nou moet je smiezen. Ik hoop dat die rechts zijn vriendin is. Want dat blond meisje met hetzelfde kapsel als vriendin is, dan is ze gewoon haar dochter gegeven. Bij een oldboy gezien? Oldboy? Oldboy is zo'n Koreaan die 15 jaar... Spoilers. Die 15 jaar opgestoord wordt en weet niet wat komt. Ik weet dat niet waarom dat uiteindelijk was. Dan wordt dat gehypnotiseerd en al. En dan wordt eigenlijk... manipuleert om zijn eigen dochter te maken. Oh, wauw. Ja. Goeie film. Dus er is niemand omgedraaid en er zit nu op de luchtstelling. Oh, ja. Hallo. Goedenavond. Wie bent u? Mijn naam is Sabé. Ik vond het heel tof, maar we hebben eigenlijk maar 4 plaatsjes. En ik vond het heel leuk. Die muziek daaronder. Maar ik dacht van ja, er is niet zoiets plaats in mijn team. Dus ik miste iets, maar ik kan ook niet plaatsen. Ik kan niet zeggen dat er iets mis mee was. Ik kan niet zeggen dat het slecht was. Ik kan zelfs niet zeggen dat het niet geperformd was. Dat zat wel de performance was goed genoeg. Maar ik miste iets waardoor dat talent ging kloppen. Dat is heel bizar. Dat kan ik moeilijk uitleggen. Ja, ik wil het aan de coulissen eens vragen. Dat de zus mankeerde. Vaartelijk. Ik vind het zo erg, want jij zei eigenlijk wel een bom die er staat. En dat is gewoon erg, dat is erg. Dat is gewoon erg, ja. Maar het schijnt af dat ik je mocht zeggen. Tuurlijk. Dus nu zeg ik het. Dat is erg. Gooi het er maar eens uit, kom. Gooi het er maar eens uit. Thijs, godverdomme van een kok zijn kluten. Ah, Helmut kan niet. Ik kan explain it. Ik als nu stopt het, hè. Nee, dat is niet waar. Jawel, nu stop. Dat is niet waar. Je bent nog jong, dan moet je terug inschrijven. Dank u wel om mee te doen met The Voice. En ik denk zelf, ik weet niet of ze die nog gaan tonen. Echt, de coulissen maakt ze ook nog van haar kloot. If you write anything on your computer. En de coulissen maakt ze nog een keer van haar kloot. En echt op zo'n boertige manier lijkt. En ik dacht van... En ik zag dat en ik zo... Meisje toch. Ja, ik zag dat, maar ik zei ook tegen Bram en Steve zo van jongens, Sabine moet voor ons spelen. You need to get Gremlin. We gaan naar daar gaan, hè. Is dat die vent die mijn brandstoek niet heeft... We zijn nog altijd bezig met Sabine. Ja, en dus wij komen daartoe. En ik ben ook beleefd, want ik zeg van, hey, dag Sabine, hè. Ken ons ook een beetje, want die kent mijn pa's. Ja, je pa kent iedereen. Ja, voilà. Dus ik zeg, korte reclame voor je vader en zijn café. Café Folklore, Lange Steenstraat 69, 9000 Gent. Deze primeur, alsjeblieft. Sorry. We zijn ook niet in vorm, we zijn allemaal in vorm. Het is gewoon in zijn van het maat spelen. Moet ik nog eens doen, wacht, hè. Oké, reclame voor het café van de vader. Café Folklore, Lange Steenstraat nummer 69, 9000 Gent. Tramhalte 4 voor de deur. Kom voor de pintjes, blijf voor het gezelschap. Het is leuk. Ja, altijd. Mijn pa is mijn pensioen trouwens van gisteren. Dus dat is toe. Nee, ik heb vandaag op Facebook gezet. Betekent gewoon dat we nu maandag, dinsdag, woensdag dicht zijn. Want daar zijn de open, dat is misschien belangrijk. Normaal waren dinsdag, woensdag gesloten. Want ze hadden al afgebouwd. Maar nu is mijn pa dus officieel mijn pensioen. Dus zijn ze nu ook de maandag gesloten. En de donderdag en vrijdag gaan ze een uurtje later open. De uren kunnen geraadpleegd worden via Café Folklore, de Facebookpagina van Café Folklore. Voilà. Je pa is ook met pensioen? Ook 65 voor uit te steken. Ja. Dus mijn pa nu ook, en ik weet niet wat hij gaat doen. Mijn pa gaat blijven doorwerken. Ik hoop voor mijn pa dat hij ook iets vindt om te blijven doorwerken. Maar dat is niet zo erg als zo'n 65-jarige die zo graag werkt. En dan hoor je, dat is gedaan. Ja. Want ook, like, mijn pa zit in het onderwijs op een gegeven moment en gewoon zo een jonge garde die zoiets heeft van we willen het allemaal veranderen. We willen alles anders doen. Like, je pa was zelfstandig, maar mijn pa is echt gewoon zo, like, dat zo irrelevant wordt. Ja. Like, ik vond dat zo... Ik heb nog op jobs gezeten waarin dat ik zo de jonge persoon was en dat ik dacht, ik ga hier alles veranderen en al die oude zakken en dit en dat. Zo met nul respect naar mensen die daar al 20 jaar werken. Ja.
En nu zie ik dat zo mijn pa overkomen en dat ik zei, man, ik moet een lul geweest zijn. Ah, ja, ja, ja. Zo totaal geen rekening houden met het feit dat die mensen daar al zo lang werken. Gewoon zeggen, ik ben de new hot shit, ik ga hier wat new hot shit dingen doen. Zo, ah. Dus ik hoop dat hij... Papa, als je kijkt, kijk toch niet, maar als je kijkt, ik hoop dat... Zo, like, nu bakt de taarten en dat ze zo... Like, komt daartoe en ze hebben de beste chocolataart die er is. Maar hij komt toe en zegt, nee, nee, daar moet hagelslag op. Ja. Want dan is het nog beter. Ja, de jeugd wil hagelslag. Ja. En dan is er maar, wat de fuck boeit ons al, ja, wat de jeugd, ja, denkt. En dan... Of van die gekleurde bolletjes. Voilà. Oh man. Dat is goed, hè? Vroeger als kind ging ik daar crazy op, hè? Dat ze hoe meer bol... Nee, nee, half dat potje. Doe maar. Ja. Maar nu heb ik zoiets van, dat knarst tussen mijn tanden. Dat heeft... Dat blijft vast, hè? Want nu zitten er ook groeven tussen je tanden. En die tanden... Ik neem me altijd bolletjes op mijn ijscrème. Dat is de fucking shit. Ik heb een seriemoordenaar. Ja, nee, echt. Ik vind als je een ijskamkaar hebt, ik heb geen bolks op mijn ijs gehad, is het geen fucking goed ijs geweest. Ik heb wel dingen, gelijk als je dan zo een bolletje vanille pakt of iets blank, hè, en dan komen zo die sprinkels daarop en dan wordt dat een andere kleur. Nee, witte crème moet wit blijven. Hè? Oh, nee, gelijk dat Frans Blank zou zeggen: wit blijft wit. Dus. Ja. Voilà. Ja. Geen blauw in mijn crème, hè? Met die blauwe bolletjes en roze bolletjes, wat gaan we nog krijgen? Jezus. Voor mij mogen alle bolletjes bij elkaar, maakt niet uit. Ik vind dat lekker, dat hoort. Als ik het niet krijg, alle bolletjes horen bij elkaar, Sascha. Er zijn dingen die je gewoon niet moet vermengen, omdat het niet lekker is als je ze vermengt. Stel je voor dat zo bij de crèmekar komt en dan zegt ja, bolletjes, maar niet de bruine. Ik denk, geen zeven, ik weet niet waarom dat mijn voordeel naar crèmekar uitbaters daar tegenover heb. Ik denk dat hij dat zo snapt. Hij denkt dat Pierino zoiets zei van... Ja. Ah ja. Door racisme... Hij denkt dat Pierino... Pierino is de slimme kar die een leurkaart heeft om op alle belangrijke toeristische plaatsen te staan. Oh, maar Pierino kwam ook in mijn straat, in Spaarstraat. Toen, allee, fucking Bampak, Wenham. Dat was echt niet... Dat was geen... Ik weet niet wie dat er hier komt. Zo'n goeie mens. Ik weet niet wie dat er hier komt. Ah, bij mij is dat Yusuf IJs. Voilà. Yusuf gaat snappen. Ja. Nee, makes sense. Yusuf had ook zo wat wil hij een witte en een bruin bos hebben? Hij zegt, sommige wel, ik zeg, maar andere niet. Hè, man. De chocola en vanille kunnen mengen. Wow, dat is trouwens Jatella met vanille beginnen mengen. Wat voor een psycho zeg hij. Ik ga ervan uit dat Yusuf dat snapt. Ja. Een beetje over ijscrème. Nee, ik weet. Ja, dat is een hele tijd over ijscrème. Allee. Ja. Voor de mensen, allee. Ja, maar ja. Kan ik heb een poster mee een zwarte madame op, hè? Dus allee, Ilias kan dus niet. Dat is gekleurd, hè? Even een duidelijking. Het is allemaal blanke vrouwen die gebodypaint zijn, Stijn. Actual black girl. Ik snap er naartoe, maar... Kijk, nee. Ik kon Bill Cosby gepakt, hè? Maar nee. Dat is misschien niet zo leuk om die naar uit te halen. Nee, maar ik was echt gewoon naar haar rug aan het kijken. Nogmaals, bewijs dat ik niet naar haar poep aan het kijken ben. Niemand ziet die foto. Maar misschien moet Sascha even gewoon een keer de Pink Floyd ding dat iedereen van het publiek het kan zien. Dus gewoon even een afbeelding online van de... Ah ja, oké. Okay. Dan weet iedereen waarover dat bezig is. Ik keek niet naar de kontjes, hè. Ik keek echt... Ik beoordeelde puur op huidskleur. Wie is uw favoriet, trouwens, van de zes? Ik ga het dus een beetje zeggen... Sascha is het beeld aan het zoeken, de dus links, denk een keer hoe... De linkse zie ik zo niet heel goed. Gaat al om, ja. Ik ga toch voor de blanke aan. Ik weet niet of die ernaast. De mevrouw in stenen motief of de twee mannen die op de rug. Dat is... De vrouw in stenen motief ziet het meest van haar gezicht, hè? Dus dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Nee, ik was niet naar haar gezicht aan het kijken, want het ziet er mijn bitch uit. Waar heb je gezien dat ik het gevonden heb? Ladies painted with Pink Floyd colors. Ah ja, maar dat is tuurlijk dat ik het zo gevonden heb. Nee, want die meer steen ziet er echt naar haar hand uit. Ik weet niet, ze heeft nu al zo'n blik dat mij niet aanstaat. Het zijn ook de zoeken dat ze haar armen gezet heeft, hè? Ja. Het is de enige die... Maar is dat bezig met die? Ja. Het is de enige die haar armen neergezet heeft achter haar. Waarom voel je beter? En met zo wat dedij naar links aan het kijken is. Ja. Die volledig links heeft zoiets, wat is er hier aan de hand? Maar die heeft ook een koe op haar rug. Dus die heeft waarschijnlijk niet zoveel zelfvertrouwen op dat moment. Ja, en een mooie staart wel. Ik vind wel een hele mooie staart. Het is een goede strakke pony. Hele goed strak. En moet wel zeggen, dan, moet ik kiezen voor het rosse meisje aan, omdat die ook een heel mooi haar heeft. Ik ben zot van lang krullend haar en dat is dan ook een mooi rost is. Hè? Niet van dat lelijk rost, hè? Maar het lelijk rost. Hè? Het lelijk rost. Sorry, maar... Ah ja, maar dat is goed dat zo warm is. Die zitten allemaal binnen, die komen niet buiten. Hè? Die zijn allemaal aan het kijken. Ja. Dat zijn de enige die aan het kijken zijn. Zo, iedereen...
Iedereen naar de Blaarmeers, ja, behalve roste mensen. Van die verbranden rap. Dat is waar, die verbranden, die verbranden rap, ja. Maar ik verbrand ook rap. Allee, ik zal het zo zeggen, het is niet omdat je niet rost zit dat je niet snel kunt verbranden. Maar als je rost zit, heb je snel verbranden. Ja, okay, okay. Man, met mijn kinderen ging ik heb geen kinderen, maar van mijn werk. Dus, ja, Stijn, ja. Kinderverzorger. Ja. Gewoon voor het geval dat hij... Niet de kinderen in zijn kelder. Nee. Nee, dat zijn andere kinderen. Dat zijn andere kinderen. Nee, hij is nu bezig over de kinderen. Ik noem het niet kidnapping, ik noem dat gewoon van thuis uit werken. Blaarmeerse, paradijs, hè, want heel veel jonge meisjes. Maar ik maak wel zo... het zo met meisjes die er 18... Zijn altijd bezig over je kinderen, want dit is verwarrend hoe je dit verhaal hebt gestart en waar je nu naartoe uit gaat. Oké. Ja, qua coherentie. Ik weet dat het warm is, maar voilà. In december, als iemand hier naar terugkijkt, dan is het niet warm en dan heeft hij zoiets, what the fuck is dit? Oké. Ik zal het anders schetsen. In de zomer... Mooi. In de zomer gaan we altijd, elke donderdag, normaal met de kinderen gaan zwemmen aan de Blaarmeerse. Ja. En dat is tof, want dan laat die kinderen gewoon zwemmen en hij rookt sigaretten en zit gewoon... Ik werk toch niet meer in de stad, gij, dus fuck dat. Fuck die shit. Zat ik gewoon met mijn collega, zodat we dan de kinderen bij zitten, gewoon sigaretten te roken. En dan zeggen wij gewoon, wat is dat? Dat is een sigaret, je ziet dat toch? Allee, maar... Je weet toch wat dat is? Ze zijn tonnen klein, hoor. Tussen de 6 en de 12 jaar, je moet toch weten wat een fucking sigaret is? En zo, dat mag toch niet? Ik zo, nee, normaal niet, maar hij gaat dat niet zeggen tegen mama en papa. Nee, oké, okay, vraag me af waarom dat niet meer werkt, Stijn, als ik dit allemaal hoor. Nee, maar ik zat met mijn collega Jan gewoon een sigaret erop. Werkt Jan daar nog? Of zijn Jan daar problemen met op zijn? Werkt er nog. Nog iemand anders van de jojo. Zetten wij sigaretten roken, portie gemengd. En zetten wij pintjes te drinken, terwijl de kinderen aan het zuipen waren. We zetten op het terras van de Blaarmeerse. Zo, en die kinderen zo, meester, mogen wij rond de Blaarmeerse lopen? Dan zo, ja, minstens groepje van 3 en als we aan de overkant zitten, zwaai een keer. En dan die kinderen alleen in de Blaarmeerse gaan wandelen. Dit is wel hoe dat kinderen moeten opgevoed worden. Ja, maar dat vind ik ook. Want kinderen krijgen veel te weinig vrij... De shit dat ik heb uitstoot als klein man, ik ben nooit ontvoerd. Nee. Er is nooit iets gebeurd. Ik denk, bij 99,99% van de kinderen gebeurt er nooit iets. Maar we kunnen niet alle kinderen opvoeden gelijk dat ze sowieso die 0,1% over wie daar iets overkomt kunnen zijn. Wat is dat? Je kan niet leven met de angst dat ergste gaat gebeuren, want dan ga je gewoon een fucking angstig kind opvoeden. We zijn ook van een generatie die echt veel bij het speelde, toch? Maar ja, bij mij, ik weet nog toen dat ik... ik was vrij jong en het station van Landhem, het kleine dorp waarin ik ben opgegroeid, als je afvraagt hoe marginaal is het, de naam is Landegem, dus het is redelijk marginaal. Dus dan het station gingen ze verbouwen. Dus ze gingen van 2 naar 4 sporen en ze gingen van bovengrond, gewoon op de baan naar eigenlijk dan een tunnel, dat de auto's onder de sporen gingen. Zo, dat camera niet ziet tot hoe dat ging. Het ging mega hoog. En dat betekende dat de straat 2-3 maanden afgesloten was. Dat was gewoon voetbal op straat, dat was het coolste ooit. Er kwamen nog altijd auto's af, maar er waren auto's die in die straat moesten zijn. En die vertraagden gewoon en die reden rond. Het voetbalveldje dat er gemaakt had, hij lette even op. En als uw bal onder de auto belandde, was dat uw schuld. Want je moet maar even stoppen met voetbal, want je had er een auto door uw veld. En dat was... Ik weet niet wat er extra onveilig zou worden in de wereld. Want de wereld is nu nooit zo veilig geweest of dat ze nu is. Er is nu nooit zo weinig moord, misdaad, verkracht. Alles is gewoon steil naar beneden aan het gaan. Dus ik weet niet wat er nu onveiliger zou zijn dan vroeger. Ik weet niet, een Tesla oorde niet afkomen. Ja, is niet kap aan een motherfucker. Ja, maar buiten dat... Was die dude nu aan het slapen achter zijn stuur, of was dat toen? Ik weet niet of dat bezig zit. Wel, het is nu Piet aangeklaagd, omdat hij zou vermeend geslapen hebben achter het stuur van zijn Tesla, terwijl hij op cruise control aan het trainen is. Nee, niet cruise control. Ja, zo... Automatisch piloot. Ja, automatisch piloot. Automatisch piloot rijdt gewoon voor u of zo. Ja. Nee, ze hebben al de self-driving cars, maar je moet er normaal zijn in... Het is niet goed genoeg dat je in slaap mocht zijn terwijl dat bezig is. Blijkbaar wel, want die dude heeft overleefd en hij is geraakt zodat hij moest gaan. Ja, weet je, ze zijn er niet volledig uit. Of dat ze... Want het is de regel dat je handen aan het stuur moet hebben, maar ze weten niet of dat hij van onder zijn handen aan het stuur... Want normaal, als het stuur merkt dat je het stuur niet vast hebt... Gaat hij automatisch na 15 seconden of zo, heb ik gisteren het nieuws gezien, vertragen en meldingen geven en beginnen piepen. Dus, ik hoop dat zo Never Gonna Give You Up van Rick Astley is dat dan speelt. Well, hij slaapt altijd thuis. You're no stranger to love.
You know the rules. And so do I. So do I. Oh, wat zetten we nu weer? Kinders, blaarmeisjes, ja, maar... sigaretten roken en ja, just, ja. Verwaarloosd. Ja, verwaarloosd. Maar ook mijn collega's ook, die zeiden, Stijn, wat doe je nu met andere collega's? Hè? Omdat ik het dat die speeltuin en het dat bos erachter. Ja, ja. En de kinderen zeiden, meester Stijn, moeten wij in het bos? Tuurlijk, ga maar. Ik heb één regel, ik flit op mijn vingers en ze zijn binnen 20 seconden allemaal hier. En we gaan dat speed een keer testen. Ik laat die 1 minuut spelen, ik flit op mijn vingers. Degenen die te laat zijn, hè, die zeiden, oké, we doen nu in het bos en de rest, ga maar. Ja. Man, die kinderen zijn vrij en ze luisteren en ze doen niks verkeerd. Ik vind, je moet kinderen vrijheid geven, punt. Ja, maar ik denk dat heel veel ouders het daar volledig mee oneens zijn. Dat zij zoiets hebben, wij zullen wel kiezen hoeveel vrijheid dat ze geven en bij jullie hebben ze niets. Ja. En ook goed dit, hè, want wat wilde dat? Allee. Ja. Ik krijg geen kinders, dus ik weet niet hoe dat voelt om kinders te hebben. Ik weet niet hoe dat voelt om kinders ergens naartoe te moeten sturen waar hij er geen controle over heeft. Maar gewoon... een mens die hier rondloopt, ik heb het is allemaal niet zo onveilig. Ja, nee. Zwaar. En die kinderen zijn ook een mens en die hebben ook niet gevraagd voor hier te zijn. Zoals in het bos wel. Ik denk dat bij mij is, en de hoofdreden dat ik geen kinderen wil, is gewoon als mijn kleine ook maar een heel klein beetje op mij trekt. Shit. Nee, dat zou ik de wereld ook niet willen. Dat is echt, allee, zo shit. Ik zou. Ah, zelf letterlijk... gaat op zondag, oké. Okay. 1000% van de tijd gewoon, ja. Nee, ik zou mij zorgen maken voor een bak die klein zijn niets mogen doen. En die neemt daar dan ook iets aan. Dus ik zeg van, ja, dan doe ik het gewoon liever niet. Hè. Maar weet je, je kind kan op dus verschillende manieren iets overkomen. Wie je doet. Dus ook, je hebt het ook niet onder controle. Ja, nee. Dat is fucked up, maar dat kan gewoon gebeuren. Voilà. En het is daarom ook, moet kinderen niet in een houten kooi plaatsen en er verzorgen. Ik ga daar volledig mee akkoord, maar ik weet dat mij er niet zou kunnen aan houden, moest ik erin hebben. Gelijk ouders die zo... klagen op hun kinderen en onder hun voeten geven, omdat ze een kort minirokje, als ze er bukken, dan naaf van hun gat zit op hun 16 jaar. Laat dat kind doen. Is goed voor iedereen. Dat kind ook wel leren als ze verkracht wordt, dat kan niet meer doen. Dat is... Ik zie de mop niet. Snap je? Ik zie de mop niet wat je nu gezegd hebt. Maar ik heb net iets mega fucked up gezegd, dus ik weet niet hoe ik nu even moet reageren. Ah ja. Het is warm, hè, zeg. We zullen dat... We zullen steeds op het warm. Nee, maar een blaarmeer is eigenlijk... Ja, sorry dat ik mensen... Ja, nee, het is oké. Ik had vandaag ook gezegd, voordat we hier aan begonnen, ik heb goesting voor vandaag politiek incorrect te zijn, dus ik ben wel goed bezig. Goed bezig? Nee, waarom... We kunnen nu heel politiek incorrect laten uitkomen. Ah, wel. Ah ja, dat is goed. Ja, doe dat maar. Dat maakt me niet uit. Ik heb gezien 34 views of zo vorige week, dus... Wie ziet er dat? Het is wel 300 man of zo aan luisteren. Oké. Okay. Okay. Dat heeft hij. Nee, waarom dat we eigenlijk op de blaren niet zo waren uitgekomen? Ja, ja. Omdat het warm is. Ja, maar ook omdat dat Nipple Paradise is. Dat was het ding van. Ik was mijn grens aan het trekken tussen 18 zijn en er 18 uitzien. Dat is een moeilijke, hè? Het is een hele moeilijke. Het is moeilijker om te kijken. Ik had staal geel. Dat ik dacht van, nu ga ik toch een keer naar de WC, vandaag moet ik voor een keer wat stoom af te laten. En dan kijkt hij zo, dan wacht hij dichter en dichter. Zo. Ja, 14, 15. Dit is niet oké. Okay. Nee, dit is niet oké. Okay. We gaan niet doen. En weet je wat we wel moeten doen, is zeker als meester, staat dan zo aan de rand van dat ding. En dan moet u altijd zetten aan de glijbaan. Zet u aan de glijbaan. Fucking niemand twijfelt waarom dat hij dat niet meer werkt. Nee, dit is echt... Zet u aan de glijbaan. Waarom? Sommige meisjes hebben een bikini aan en die gaan van onder een buik van de glijbaan. Some creepy ass shit dat je allemaal uit vertelt. Ik vind het grappig, hè? Dat is some creepy ass shit. Nee, maar het is zo. En dan zit je gewoon zo wat te wachten tot wanneer dat er zo een ding loskomt. En dan zie je zo, ja. Maar... Ik vergeet soms, oké, okay, ja, daar is ook nog een deel uit jonger dan mij. Ik vergeet ook dat voor u het leeftijdsverschil is veel minder groot dan dat. Ah, ja. Maar dat is, Jesus Christ. Het ding is wel, wat ik nu al, hè, naarmate dat ik ouder word, is ik zie geen verschil meer tussen zo 14 en 20. Ja, tussen... Die zien er nee, ja. Quasi allemaal, dat zijn gewoon allemaal... Slap. Dat zou ik ook niet zeggen. Maar die zien er gewoon allemaal piepjong uit voor mij. Maar sorry, maar de meeste wat... Stijn, ik wil aan uw kant staan, maar je zit in een put aan het diep graven, man. Je moet recht van hun inhang om je eruit te trekken nu. Als ze zo op straat loopt en ziet zo'n jong meisje dat zo mega sletter gekleed is, dan denk je toch van... Ay, en die zien er ook al direct ouder uit. Ja, maar ik doe een slet voor u. Zo meisjes van 13 met een decolleté tot op hun navel.
Die echt al... Waar loopt hij rond? Een C-cup heb. Maar je ziet dat constant. Van, dat is tegenwoordig... Ze zijn altijd borsten blijven groeien. Ja. Ja, dat is waar. Op 13 hebben ze al zo'n cachetten. Ik vind het gewoon grappig dat, ja. Het is warm. Ik kan zeggen dat het warm is. Het is warm. Het is heel warm. Daar geef ik u voor leer. En het boksen gekeken. Ja, dat vind ik persoon. En ik keek? En ik keek? Nee, ik heb niet gekeken. Ik was wel wakker, want het was om 3 uur vannacht of zo. Ja. Maar ik heb ze pas om 3:30 pas gezien dat ze eigenlijk al begonnen waren. Wanneer de kamp vanochtend bekeken? Ah, om 10 uur was het zeker vanochtend. Om 11 uur of zo keek ik vanochtend. Zeg. Zo om 11:30, 12 of zo. Ze is bestolen! Nee. Ah, nee, is toch niet? Nee, ze heeft haar mijl gehad. Ja? Hey, pas op, ze heeft veel beter geboxt dan dat we dachten als ze ging boxen. Want Katie Taylor is echt wel mega goed. Voor een vrouw te zijn, hè? Ja. Maar ja, we gaan dat niet over zeven zet daar tegen een man van hetzelfde gewicht en ze gaat kapot. Allee, dus Oshin is hier 2 weken geleden geweest die net hetzelfde zei. Nee, oké, ik snap wel wat ze zijn, maar dat is gelijk zij. Ze zet een lichtgewicht tegen een zwaargewicht en dan ga je ook problemen hebben. Nee, ik zeg man van haar gewicht. Dat weet ik niet. Jawel. Maar ja, oké. Zet daar tegen een man van haar gewicht. Sorry, het spijt mij. Je kunt toch geen biologie aan uitleggen? Mannen houden minder vet bij en produceren makkelijker spieren, zijn sneller en betere reflexen. Het klinkt raar als gezegd. En hebben over het algemeen sterkere botten. En qua lichaamsbouw zijn ze ook meer gebouwd om de slag uit te delen dan om een kind te bouwen. Allee, dat is, we zijn anders. Ik snap het. Ik vind dat er aan avond als gezegd, vroeg boks voor vrouwen. Ja, maar dat was een mop. Dat was een goede mop. Dat was een mop dat niet ging over kinderen verkrachten. Waardoor ik dacht, hij begon dan over te redeneren. Maar nee, ik hoefde daar niet over te redeneren. Een man gaat een vrouw verslaan. Niet alle mannen gaan alle vrouwen verslaan. Daar heb je akkoord. Ik vind niet dat ik dit punt zot moet verdelen, want het is bevestigd geweest, op deze podcast, er iemand die veel meer over boksen weet dan ons. Nee, maar daar heb je akkoord. Maar hij begon te redeneren over zijn lol, dat zo ze. Dat was geen lol meer, dat zou ik wel zeggen. We zijn elkaar aan het kwijtraken. Ja, anyway. Ze is niet bestolen. Oké, ze was. Nee, ik heb heel die kamp gezien. Ik denk dat ze 3-4 ronden gewonnen heeft van de 10. Ja. Ja, want het waren 12 ronden geweest, dan... Anders was ik gewoon... Dan was het wel anders. Maar ja, het waren met 10 ronden. Ja. En nee, de 2 minuten ook was ook wel... Ja, 2 minuten was erna. Maar ja, dat zijn de regels van het spel. Maar het is gewoon omdat ik zelf... Hey. Mensen van het andere kamp horen zeggen dat ze dat finale moeten winnen. Wie van het andere kamp? Van het kamp van Taylor? Ja. Wie dat? Dat is, maar gewoon zelf Ieren, hè? Dat is een Ierse, hè? Ja, maar... Ierse commentators zegt hem van, ja, maar ja, in BBC en al, ook allemaal, in de Gazette staat en dat schijnt vol van dat ze echt gewoon bestolen is geweest. De match dat wij naar aan het kijken waren... Die dat wij gezien hebben, heeft ze gewoon verloren. Ze heeft vrij goed gebokst, maar ze heeft wel overtuigend iedereen is van me overeens dat ze vrij goed gebokst heeft. Ja. Ja. En wij, in onze lekenbelevenis van de kamp gezien te hebben, hadden echt wel het gevoel van... Alright, ze heeft verloren. Ja, oké. Okay, waar het hoop nog een knockout was. Ze was echt mega goed bezig die laatste 3 rondes, maar... Ja, ik hoorde dat ze een beetje op wankel stond. Katie Taylor was echt... Dat het echt niet lang meer geduurd en ze was veel te kakje in het zijn. Op een bepaald moment heeft ze... Like, ja, ze zei, sla mij. En dan slaat Delphine ook gewoon. Dat was echt zo vreemdwijs moment. Cool, punch me naar de bed. En dan nog dead. Okay. Dead. Zalig, Max. Ik vond dat een vrij raar... Allee, dat, ik weet niet, ik was niet mee wat daar het gebeurd was. Het was een vrij... Ja, het was... Ik vond het een goede kamp. Ze ging vrij goed. En ik denk, moest de persoon... niet op haar 20 begonnen zijn met boksen. Gelijk dat ze nu is. Ze is begonnen wanneer ze al fliek was. Dat zou misschien zelf ouder zijn dan dat. En moest vanaf haar 6 ook getraind hebben. No fucking way dat close was. Delphine Persoon is zoveel fucking talent. En die wordt zo slecht ondersteund door de Belgische staat in haar sport. Het is zo pijnlijk. Ik snap dat die zegt, fuck you België. Die al een paar jaar geleden, ik weet niet of je dat verhaal kent, dat ze had net de wereldtitel gewonnen en 2 keer verdedigd dat jaar. En het was het gala van sportvrouw van het jaar. Sportman, sportvrouw van het jaar. Juist. En zij had zoiets van, oké, ze ging geëerd worden door... was het IBF of WBO? Ik weet niet welke titel dat ze had. En Freddy de Kerk. In Amerika. En zij had zoiets, ik ga dat opzij laten gaan, want dit is het enige keer dat ik in mijn eigen land ga winnen. Want er is niemand anders die iets bereikt heeft van vrouwen. Dus ik weet dat ik nu voor vrouwen boks. En dan hebben ze een of andere...
denk, jeugdkampioenen atletiek voor haar laten. En zij had echt iets, fuck deze, ik keer nooit meer terug. Ik ben als het jaar daarna gewonnen heeft, maar ze is zelf niet geweest. Oké. Dus die wordt echt niet ondersteund in België. Totaal niet. Dit is de eerste keer dat ze voltijds heeft kunnen trainen. En dat is gewoon wat de fliek naar verlof hebben gegeven. Voor haar trainingskamp. Wauw. Ja. Dus waar ze aan het zeggen, de presentatoren, dat ze alle feestdagen werkt om te zorgen dat ze genoeg dagen vrij kan krijgen om te kunnen trainen. Ja. En ze zijn wereldkampioen, hè? Ja. En dan fucking twee veldrijders die gewoon er wat modder zitten te stampen verdienen 25.000 euro per fucking kermiskoersje dat ze naartoe gaan. Gewoon om te komen opdagen. Ja. Het is van fuck off. Dat is crazy, hè? Dat is juist al met vrouwenvoetballen. Maar vrouwenvoetbal, mijn mening daarover is gewoon... Like, boksers in België verdienen geen zak. Het gaat bij mij gewoon over boksers. Alle boksers verdienen weinig geld. Zelfs de Europese kampioen, de laatste keer boksen, heeft 30.000 gekregen, maar dat is nog altijd niet veel voor daar te gaan als staan. Als en... een Floyd Mayweather, als hij bokst... $300 miljoen verdient. Ah, wel ja. Maar like, bij voetbal is het gewoon... Vrouwenvoetbal mag veel beter gepromoot worden, maar er mogen ook veel meer mensen naar vrouwenvoetbal gaan. Want die matchen van Gent worden in hetzelfde stadion gespeeld, maar het zit gewoon geen kat. Ja. Dus... Dat ligt aan de mensen die niet gaan kijken. Dat is waar. Absoluut. Ik ben er ook bij. Ik ga ook niet gaan kijken. Het is fucking snikheet. Ik denk dat we een vrij korte podcast gaan doen. Heb jij nog plugs? Zijn er nog dingen die... Like bijvoorbeeld de marginale geleerden. Draait dat nog? Doe je dat nog eens mee? Stijn heeft een podcast. We zijn ermee bezig. We zijn er... Herbronnen. Het heeft even stilgelegen, ja. Ook omdat inderdaad, gelijk dat vele mensen zeggen, ja, eigenlijk ging de podcast over niks, over gewoon over van alles en niks. En probeer zo wat meer structuur de laatste tijd in te krijgen. Maar pas gewoon, het is gewoon heel moeilijk geweest om de laatste maanden bij elkaar te komen. We gaan af en toe wel nog iets online zetten. Maar het is dus niet meer met de regelmaat van de klok. Ik zal het zo zeggen. Alright. En natuurlijk, Café Folklore, Langesteenstraat 69, 9000 Gent, jawel. Leuke muziek, leuke mensen, leuke locatie, bra. Voilà. Voor de rest, de Villa Volta Comedy Club. Ja, wat staat er daar nog te gebeuren? Dat is live, de geest. Ja, dat is live. Ik heb nog niet zwaait naar mijn fans. Zijn er al commentaren binnenkomen eigenlijk? Ik denk niet dat er iemand live is. Ik denk niet dat iemand bij dit weer aan het kijken is. Ja, toch. Hitler is gold. Hitler is gold. Dit gaat de goede kant op. Laat hem praten. Video en stem gelijk. Tegelijk is onverstaanbaar, by the way. Ja, dat kan nu wel inkomen toen hij een babbel werd over de voice. Oké, ça va. Ik heb het in haat nu als mensen aan het typen zijn. Ik heb nog niet aan gedacht. Ja, want ik zit ook altijd te typen. Maar trouwens, vorige week heeft er volgens mij iemand een comment van mij weggedaan. Of YouTube heeft het zelf gedaan. Dat kan wel. En wij komen daar niet aan. YouTube heeft het zelf gedaan omdat... een fag of zo. Nico was hier. Yeah. En dat is een jump DJ. En hij heeft het nummer This is Porno. En... Ik had zo tegen Bram gezegd, hey Bram, nu mag ik je wat meer aan het woord komen. Hè? Omdat bij de marginale leer babbel ik al. En daaronder had ik gezegd, omdat er drie dudes zaten, en omdat dan Nico zijn nummer op, This is Porno. En die commentaar hebben ze weggedaan. Ja, dat waren wij in ieder geval niet. Want, ik wou dan ook je vragen. Wij censureren toen niet. Ik bij Bram was, ik zeg, ik heb dat gezegd, en hij zo, nee, het staat er niet meer op. Dus ik dacht van, YouTube, tof, ja. Ah ja, mensen, hey... Villa Volta, nu donderdag is het de ene echte Gunter Lamoot en het voorprogramma is Kamal Karmak. Dat is wel een goede line-up. Dat is een gestoord goede line-up. Ja, voilà. Dus Kamal Karmak en Gunter Lamoot in Gent. In Gent. Voor hoeveel? €5. Voor €5. Oké, dat kunnen we niet voor zeggen. Geld! Dat is geld, man. Dat is geld, nee. Ik heb niets om te pluggen. Ik heb wel wat optredens, maar het is allemaal niet boeiend. Buttpluggen. Voilà, buttplugs. Niets boeiends. Ik hoop gewoon dat wij jullie een half uur, drie kwartier hebben kunnen entertainen. Ik weet zelf... 40 minuutjes. Ik hoop dat jullie 40 minuten hebben kunnen entertainen. Het is zo fucking warm. Ja. Wilde hij nog iets zeggen? Ik ben al op. Ik was nog een toffe café mop aan het denken. Maar ik kan er niet opkomen. Oh, dit is toch 45 minuutjes. Ah, dan kunnen we nu stoppen. Dank u wel, dames en heren. Go Hilter! Jesus Christ. Okay, wow. Yeah. You. Hilter for life!